Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom hier bij de opening van ons zonnesysteem op het dak van de sporthal Vennewater. Nou, het was de bedoeling om de stekker in het stopcontact te steken en vol trots te melden dat het allereerste postcode roos project in Heilo groene stroom staat te leveren. Maar zoals u ziet zijn de werkzaamheden helaas nog niet helemaal klaar. Maar we hebben er toch voor gekozen om deze opening door te laten gaan, omdat het natuurlijk al een keer eerder uitgesteld is en iedereen op deze manier in ieder geval wel de gelegenheid heeft om te zien waar zijn of haar geld naartoe gaat. En we hebben er wel alle vertrouwen in dat het in de loop van volgende week ook echt stroom staat te leveren. Nou, dit project heeft ook een aanlooptraject gehad natuurlijk. We zijn niet van de ene op de andere dag hiermee klaargekomen. En ik wil ook een aantal partijen heel hartelijk bedanken. Allereerst de gemeente Heilo. De sporthal is natuurlijk van de gemeente en de gemeente heeft ons in staat gesteld om het dak van dit gebouw te mogen gebruiken voor de installatie van de zonnepanelen. En dat geldt niet alleen voor dit gebouw. Op dit moment zijn we al bezig met het tweede project op het gebouw Beheer Openbare Ruimte. In de volksmond ook wel bekend als de afvalwegbrengplaats. En de gemeente maakt hiermee een verduurzaming van Heilo mogelijk. En hiermee hebben ook mensen die geen eigen dak hebben de mogelijkheid om te investeren in zonnepanelen en in groene energie. Veel dank en mogen er nog veel projecten volgen. Ten tweede wil ik Zon op Nederland bedanken. Die zijn hier nu niet aanwezig, maar die hebben ons enorm gesteund met hun kennis, expertise en het beschikbaar stellen van contracten. En we mochten ze allerlei vragen stellen. Dus zonder hun hulp zouden wij denk ik niet eens aan dit project hebben durven beginnen, omdat het toch een heel ingewikkeld traject is. Ook Heilo Energie heeft cohesie gesteund. Bij het oprichten van de coöperatie komen best wel wat kosten kijken. En aangezien we nog geen opbrengsten hadden, hadden we natuurlijk ook nog geen financiën. Dus Heilo Energie heeft ons ook financieel in staat gesteld om dit mogelijk te maken. En daarnaast zijn er ook een paar vrijwilligers zeer actief geweest. Ik sta hier nu wel te speechen, maar al het harde werk is eigenlijk gedaan door Ron Poppen en Cor Warmer. Dus heel veel dank voor jullie inzet. Ja, jij verstopt je altijd achter de banner, maar jou komt de meeste lof toe. Nou, daarnaast was er de projectgroep Vennewater. Dus dat waren een aantal van de deelnemers die gezegd hebben, wij willen ook betrokken zijn bij de keuze van de panelen en hoe dit allemaal tot stand komt. Dus die hebben ook offertes beoordeeld, contact gehad met de constructeur over de berekeningen besproken, et cetera. Dus dat was iets wat ook heel erg nodig was natuurlijk. En tenslotte wil ik alle deelnemers zelf bedanken. Zonder de 34 deelnemers die overgegaan zijn tot aanschaf van de panelen, zouden wij hier vandaag niet staan en zouden er geen 270 panelen op dit dak komen. Hulde allemaal en wij hopen op goede stroomopbrengst en dat nog maar heel veel andere inwoners van Heilo ook van dit model gebruik kunnen maken. Dank jullie wel. Hoi. Okay.